Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar een profeet uit het Oude Testament en een niet zo bekende, Habakkuk. Habakkuk is een kort boek in het Oude Testament met een grote boodschap. Het is eigenlijk een prachtig gedicht in een oude stijl van het Oude Testament. Net als in het verhaal van Job, dat er veel van de gedichtvorm wordt gebruikt, wordt dat ook in Habakkuk gebruikt. Habakkuk is een boek, eigenlijk een dialoog tussen een persoon die heel veel onrecht om zich heen ziet en God die hem steeds antwoordt op zijn vragen. En dat is heel mooi. Wat was er aan de hand? Habakkuk leefde in een tijd dat het volk van God ver van God was. Er was veel corruptie. Mensen waren de afgoden aan het dienen. Mensen waren het verkeerde pad opgegaan. Wisten eigenlijk niet meer wat de regels waren. Ze volgden niet meer het boek van God en de geboden die de Heere had gegeven aan het volk om de hemel te bereiken. En Habakkuk begint te klagen tegen God. En vervolgens zien we een antwoord. De vers waar het vandaag om gaat is in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 1. En dit is de vers. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dat is de vers. Habakkuk hoofdstuk 2 vers 1. Eigenlijk zegt hij, ik ga staan op de toren, ik kijk uit en ik wacht op antwoord van de Heer. Waar zat Habakkuk over na te denken? Waar had hij vragen over? Hij zat tegen God te zeggen, hoe kan het dat er zoveel onrecht is in de stad? Hoe kan het dat al die mensen zo corrupt leven terwijl u er bent? Waarom weten mensen de goede weg niet? Waarom leven de kleine kinderen die onschuldig zijn kort en sterven en de mensen die alles verkeerd doen leven tot ouderdom en blijven in vrede? Waarom is er zoveel onvrede? En dan antwoordt God tegen Habakkuk een antwoord wat hij nooit had verwacht. Hij zegt tegen Habakkuk, er komt een volk, de Chaldeeën, en die zullen dit volk van God, dit volk, dit van Israël, vernietigen en verwoesten en innemen. Dus Habakkuk schrikt nog meer, maar dit volk was al erg. Maar die Chaldeeën die stonden bekend als mensen die hebben geen genade. Die gingen over alles heen om hun koninkrijk groot te maken. Dus eigenlijk krijgt Habakkuk een antwoord waarvan hij nog meer schrikt. Dus je gaat bidden omdat je onrust in je voelt en dan kom je uit het gebed met nog meer angst. En dat is wat Habakkuk overkwam van God, hoe bedoelt u? U zegt dit en nu dit, dit is nog erger. Hoe kunt u een goedaardig zijn God en dit volk wat slechtaardig is zoveel macht geven? En Habakkuk schrikt. Maar het mooie van Habakkuk is wat wij allemaal moeten leren, ook al schrikken wij, ook al hebben wij een moeilijke tijd, is niet loslaten. Paus Shenouda leert heel veel in zijn preken die wij kunnen luisteren en van zijn leer kunnen leren voor ons in ons leven, is pak God vast met je handen en met je tanden en laat nooit meer los. En dat is wat Habakkuk deed. Habakkuk had angst, was bezorgd, had geen goed antwoord op zijn vraag, net als dat wij allemaal ook in ons leven soms hebben. Maar wat zegt Habakkuk? Ik ga staan op de toren en wachten op antwoord. Ik ga uitkijken om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Dus Habakkuk houdt vol, het antwoord is bij God. God is waarheid. God is licht, God is mijn pad. Op elk moment, ook in deze tijd, dat we niet weten wat waarheid is en wat geen waarheid is. Dat we zien dat de politiek wereldwijd een vreselijke positie inneemt. Dat mensen zich alleen maar meer verrijken en de armen steeds armer worden. Wij zitten eigenlijk in dezelfde situatie van Habakkuk. Als je echt kritisch kijkt naar de wereld, is er heel weinig hoop. En dan is het mooi om te staan en te bidden. En te zeggen, te staan en te kijken, uit te kijken. Waarom staat Habakkuk bovenop die toren? Is om uit te kijken naar God. Even te vergeten wat beneden is en boven te staan. Laat ons ook, als wij bidden, dan loslaten. De wereld om ons heen loslaten. Net als Mozes deed toen hij de berg opging en met God 40 dagen doorbracht. Als je kijkt van boven is alles heel klein. Loslaten, alle meningen van mensen over God loslaten en God zelf vragen. Het is oneerlijk om andere mensen over God te laten praten, maar God zelf niet. Dus laat los. Durf de ruimte te nemen met God. Durf hem te vragen, hoe zit het? Ik ga niet weg zonder antwoord. Ik wil vrede. Niet van de wereld, ik wil vrede van u. Ik wil hoop zien. God is hoop.
God is liefde. God is niks anders dan die ons allemaal beschermt. Zo stond Habakkuk daar. En toen zei God tegen Habakkuk, dit volk de Chaldeeën en elk volk wat onrecht doet, zal altijd vernietigd worden. Er is geen steen die op de andere zal blijven bij hun. Hier heeft Habakkuk nu geen antwoord gekregen in de zin van, oké, ik stop die Chaldeeën, die komen niet. Nee, het enige wat God tegen Habakkuk heeft gezegd, van, ik heb het door, ik zie het, ik heb mijn manier. En dan zegt hij, en de Chaldeeën dan? En wat zegt God? Ik weet wat ik doe. Het is onrechtvaardig, onrechtvaardigheid blijft niet. God blijft, Gods kracht blijft. Hoe komt Habakkuk tot vrede? Door geloof. En dat is wat God van ons vraagt. Heb geloof. Ook al overkomt dit jou, het is een plan van God. Heb geloof, wees niet bang. We hebben moeilijke tijden in Egypte gehad en dat er een leider was die het heel moeilijk maakte voor het volk, voor de christenen. Maar heb geloof en het heeft uitgewerkt tot het betere voor de christenen. God weet zelfs de moeilijke situatie en de verkeerde dingen van de mensen te gebruiken tot het goede voor degene die in hem gelooft. Dus alles werkt ten goede voor hem die in hem geloven. Dat is een vers uit de Bijbel die wij moeten geloven. Dus heb geloof. En puur op die woorden gaat Habakkuk vervolgens staan en zegt tegen God, laat het gebeuren in het midden van de jaren, wanneer het komt op de juiste momenten. Hij laat het aan God over, laat het los en heeft vrede terwijl hij midden in de problemen zit en de Chaldeeën moeten nog komen, de stad moet nog verwoest worden. Maar Habakkuk is tevreden. Habakkuk is blij. Habakkuk is in het midden van alle moeite en alles wat op zijn schouder staat, tevreden met God. Waarom? Hij keek uit naar God, stond op de toren, zoals hij zegt in Habakkuk hoofdstuk 2, vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. We zien jullie bij de volgende aflevering.